Liesbeth, ik mag misschien wel nog op dit moment, vooraleer we overgaan tot de apotheose van de avond, nog een laatste applaus vragen voor jou. Ik wens je nog heel veel succes in de toekomst. Blijf natuurlijk familie van Miss Fashion. En bedankt voor de afgelopen 10 jaar. En natuurlijk ook op dit moment was staan daar ook wel een beetje de intrede van Lauranne Mertens en haar partner. Want die nemen het volgend jaar over en schenken ook wel heel wat van Plus de Boutique volgend jaar. Maar dat is voor volgend jaar natuurlijk. Jullie gaan nog niet in de picture trainen op dit moment. Bedankt Liesbeth. En nu is Pommon de Gloire, Pommon Suprême, aangebroken voor 1 dame. Dat zal de opvolgster worden van Olivia Talaronek, namelijk Miss Fashion 2020. En jullie mogen beginnen roepen, wie zou het worden? Oké, mag ik een hartelijk applaus voor onze 13e Miss Fashion. Janne Croenen. Helaas 13 voor Janne met een geweldig doel. Voor foto's natuurlijk. Ik geef ze voor de laatste maal een applaus. Niet hier, maar